Oké, goed. Ik weeg dus 82 kilo. Het is een beetje mijn doel voor deze week. 3 keer per week sporten. En gezond eten en drinken. En dat gaat wel lukken, denk ik. We gaan naar dag 1, maandag 27 februari. Ik begon deze ochtend eerst met een cappuccino. Toen de koffie aan het lopen was, ging ik even 2 eieren koken. En dat doe ik eigenlijk eerst heel hoog. En daarna doe ik hem op 8. En dan laat ik hem 24 minuten koken dat ze goed gekookt zijn. En iets bluer dinges. Dus dat is eerst 24 minuten echt heel hoog. Dat is een soort van bubbelt. En dan daarna zet ik hem op ongeveer 8 en dan 24 minuutjes. En dan giet ik ze af. Dan laat ik ze even 1 tot 3 minuutjes in koud water staan. En ik doe dus altijd 2 zoetjes in mijn koffie. Ik doe nooit suiker of honing. Ik doe altijd 2 zoetjes. En dan doe ik er nog een klein scheutje normale melk bij. En dan ga ik dat lekker opdrinken. En dan ga ik straks even eten. Het is nu bijna 11 uur. Mijn eieren zijn klaar. Ja, zoals ik al zei, ik heb ze 24 minuten laten koken. Ik doe ze in een maatbeker. En dan doe ik ze echt in koud water. En dan laat ik ze ongeveer een minuutje tot 3 daarin staan. Dus vandaag niet, maar dat is wel echt goed, goed schikken ook. Ik heb de pan afgespoeld. Ik ga even mijn bord en mijn brood pakken. Dat had ik er al uitgehaald, opgepakt. Even mijn haar in de staart. Dan komt dit op mijn eten en dat vind ik heel vies. Dan hoef ik mijn eten echt meteen al niet meer. Ik gebruik dus deze boter van Bona. Bona. Geen Bono. Bona. Ja. Het was best wel een beetje hard, de boter. Het is heel koud, jongen. Ja, niet heel koud, maar het is gewoon een beetje. Het is een beetje koud. En dat doe ik dus op alle 2 de broodjes. Boter. En dan ga ik mijn ei pellen. En doe ik het op mijn brood. Thank you.
Oké, ik heb de ei dus op mijn brood gedaan. Even mijn mes aflikken. En dan pak ik dus de peper en de zout. Deze zout gebruik ik. Het kan ook zijn dat ik een andere zout gebruik een keer, maar ik gebruik vandaag deze zout. En ik pakte dus een stukje van Bono. Zonder zout. Die wat was een stukje ei. Dus ik liep echt zo van, kom maar een stukje ei halen. Maar hij kwam wel naar me toe. Dus. En lekker brood. Ik was ondertussen met mijn moeder aan het praten. Zout erop. Was een beetje te veel. En dan pak ik de peper. En dat doe ik ook op mijn brood. Waarom doe ik zoveel peper en zout op mijn brood eigenlijk? En dan zet ik mijn bakje terug. Of de bak, het bakje. En pak ik nou serieus mijn mes uit mijn maatbeker? Serieus? Oh nee, er zat geen water in die maatbeker. Zo, ik schrok even. Ik dacht even van wat? Nou, dan snij ik het dus in vier, ja. Een soort van, ik snij het gewoon door tweeën. Jullie gaan straks zien hoe het eruit ziet. Leg ik weer mijn mes af, zet ik hem weer in de maatbeker. Waar geen water in zit. En die vaatpoep was helemaal vies. Sorry, moeder. Dan pak ik even mijn airup. En er zat dus nog water in. En ja, die ga ik gewoon vullen. Met water. En doe ik mijn deksel erop. Ik heb trouwens de smaak cola op mijn airup. Even een slokje nemen. Het is nu bijna 2:15. Ik ga lunchen. Dit is wat ik op mijn brood heb. Eén chocoladeworst. En op de andere pindakaas en water. En het is alweer bijna 4:00. En dit is drinkyoghurt. En dat ga ik even opdrinken. Dus. Vlees gegeten. Dat is kip krokant. Met chili saus. En ik heb spinazie. Volgens mij is het à la crème. Met peper, zout, aardappelen en jus en appelmoes. Dus het staat hier in beeld. Dus vlees met chili saus, vlees, kipburger, spinazie. Volgens mij is dat à la crème. Met aardappelen plus peper, zout plus appelmoes. Dus ik ga straks nog. Oh ja, en ik heb melk erbij gedronken. Oké, goed. We gaan naar dag 2, dinsdag 28 februari. Begon deze ochtend weer met een lekker kopje koffie. Eigenlijk een kop koffie, want ik heb mijn koffie in een grote glas gedaan dit keer. En ja, hier ging ik dus ook even tegen mijn moeder praten van ja, dit, dat, bla 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 bla. Hoe ik heb geslapen en zo. Gewoon allemaal dingetjes. Dus. En ik zou lekker mijn pak aan. Lekker uitslapen en dan lekker in je pyjama zitten. En dan lekker koffie drinken elke dag. Zo, en dan. Ik heb eigenlijk elke dag hetzelfde. Elke dag cappuccino. Dus. Nou, dat ga ik nu even maken. Even water erbij doen. Anders loopt die vast. En dat wil ik niet. Thank you.
Oké, en dan ga ik even twee zoetjes pakken. Ik doe eigenlijk altijd twee zoetjes in mijn koffie. Met suiker, honing, naturel. Dus gewoon niks erin. Ik doe altijd zoetjes erin. En soms een beetje melk of een beetje koffiemelk. Dus maar dat verschilt echt per keer. Oké, hier ging ik dus een beetje melk, normale melk erbij doen. Zoals ik al zei, ja, ik doe of normale melk, of koffiemelk, of gewoon helemaal niks. Maar ik doe dit keer normale melk. Misschien is het morgen helemaal anders. Misschien is het morgen hetzelfde. Ik ga mijn ontbijt maken. Ik eet vandaag 2 broodjes met boter van Abona. En volgens mij 1 pindakaas en de ander servlaatworst. Ja, de ene servlaatworst en de ander pindakaas. Dus, en dan doe ik gewoon altijd weer boter op. Oké, goed. Ik heb hier weer een fles water warm. Voilà. En hier komt dan nog komkommer en slasaus en een ei doorheen gekookt. Dus het staat hier ergens in beeld. En dit vlees, wou ik zeggen. Dit vlees. I love it. I love dit vlees. Dit is bakken. Schnitzel. Echt, I love it. Dus mijn liggen staan achter me al aan. Ik heb thee gepakt. Ik heb net even beneden gezeten. Ik weet niet hoe lang. Daar heb ik een grote glas thee gedronken. En een banaan gegeten. Nu ben ik boven en ga ik ook weer tv kijken. Miss Kees verder. Daar ga ik lekker mijn grote glas thee van op drinken. Dit is mijn tweede grote glas thee alweer. En mijn M&M's. Op eten. Ja. Ongedeeld.
deze. Trouwens, alles wat ik deze week eet, eet ik volgende week niet weer. Volgende week ga ik naar school. Weer. En stage. Dus dan eet ik weer heel anders. Dat ga ik jullie ook wel een keer laten zien hoe ik dan eet. Dus. Ik ga deze M&M's opeten. En Oké, dit is dus wat ik vandaag allemaal heb gegeten. We gaan naar dag 3, 1 maart alweer. Nou, ik begon deze ochtend weer met een kopje koffie. Dit keer wel echt een kopje koffie. En je ziet mij misschien elke keer in dat soort van, ja, het is eigenlijk een prullenbak. Zie je me misschien elke keer in, maar daar zit dat houdertje in voor die koffie. Dus dit keer een kleine beker koffie. En morgen kan het ook weer anders zijn. Morgen kan het ook weer een kleine beker zijn. Maar morgen kan het ook weer een grote glas zijn. Dus. Nou, weer mijn trui aan. Lekker uitgeslapen. Lekker wakker met koffie. Weer tegen mijn moeder praten. En even water erbij doen. Want anders loopt hij weer vast. En dat willen we niet. Of dat wil ik niet. Oké, ik ging hier dus even roeren en ik ga hier even weer twee zoetjes pakken. Zoetjes. Zet hem weer terug. En de camera valt bijna om, zie ik. Viel bijna om, zie ik. En dan doe ik er weer melk bij. Zo. Dus eigenlijk heb ik heel veel melk. Dit is mijn ontbijt. Twee broodjes ei met boter en peper en zout. Dit is mijn tussendoortje. Eén groot glas melk. En Bono ligt lekker in de zon. Hij houdt van de zon. Eén grote glas melk en één banaan. Toch een beetje de vitamintjes naar binnen werken. Uf. En het is... ik weet niet hoe laat het was. En dit heb ik vandaag allemaal gegeten. Wat ik wel zie is tot nu toe deze 3 dagen dat ik water heb gedronken. We gaan naar dag 4. Ik begon deze ochtend weer met een kopje koffie. Zoals altijd. Ik doe weer 2 zoetjes erin. Weer even wat water erbij doen. Dat water gaat bij ons zo snel. Nee, bij ons gaat het water niet heel snel. Maar ik wil gewoon dat ding wel vaak.
Zo. En ik zit weer lekker in mijn pyjama en ik word weer lekker wakker met een kopje koffie. En ik ga weer tegen mijn moeder praten. Het is eigenlijk elke ochtend hetzelfde ritueeltje. Koffie, uitslapen, lekker mijn pak aan en tegen mijn moeder praten. En aan mijn haar zitten. Oké, goed. Deze ochtend at ik wat anders. Deze ochtend at ik cornflakes met melk. Dus ik dacht, ik ga een keer wat anders eten in plaats van brood met ei en servelaatworst en dit en dat. Dus dat ga ik eten. Oké, goed. En dit heb ik dus gegeten en gedronken vandaag. Top. We gaan naar de laatste dag. Dag 5. Vrijdag 3 maart. Ik begon deze ochtend met een kopje thee. Geen koffie, maar thee. Ja. Ik dacht, ik ga gewoon even een keer thee drinken in plaats van koffie. Nou, stek erin en aan. En ik heb weer lekker mijn pak aan en ik heb uitgeslapen en ik zit weer tegen mijn moeders te praten. Nou, dit is mijn thee. Ik heb ook meteen mijn ontbijt gemaakt. 1 broodje vega leverworst en 1 broodje smeerkaas. Oh, 1 broodje hagelslag. Ik dacht dat het smeerkaas was. 1 broodje hagelslag, vruchtenhagel. Dus dat is mijn ontbijt. Ik wou lunch zeggen of avondeten, maar dit is mijn ontbijt. Thank you.
Oké, goed. Ik ben hier bij mijn beste vriendin. En we gaan... Ja, ik heb dus koffie gezet voor ons alle twee. Latte macchiato. En hier is Lilo. En hier is de eerste bakje koffie. Soort van. Want er moet nog bruinige spul bij. Dit. Ik weet niet hoe dat heet. Dat moet er ook nog bij. Hi. Oké, ik heb weer wat eten gepakt. Ik heb een appel. Eén appel Pink Lady zonder schil. Dus. En ik heb nog steeds hier mijn fles water staan. Die is wel bijna op. Die zit ongeveer nog iets minder dan de helft. Ik heb nog een glas thee op. En ik zat zo lang te twijfelen van wat ga ik eten? Wat ga ik als snack nemen? Want we hebben ook nog M&M's. Het is vrijdag. Dus ik dacht, wil ik dit eten? Of wil ik wat anders eten? Nou, deze M&M's zou ik eigenlijk eerst eten. Dit zijn chocolade M&M's. 100 gram maar. Dus, toen zat ik zo erg te twijfelen van, wil ik dit eten of wil ik wat anders eten? Ik heb deze week wel M&M's op, maar het is vrijdag. Eigenlijk zou ik ook naar een verjaardag gaan. Daar zou ik ook ongezond gaan eten dan. Ik ben toch voor een appel gegaan. Appel, ja, jij krijgt ook nog een stukje boom. Dus. En ik ga mijn laatste beetje water drinken. En neem ik straks nog een beetje thee en melk en rugers. En op zich, ik vond wel dat ik het goed heb gedaan deze week. Ik heb veel water gedronken. Ik heb ook geprobeerd elke dag. Is wel gelukt, elke dag gezond eten. Ik heb wel één keer M&M's gegeten op een dinsdag, was het volgens mij. Dus, maar voor de rest, ik vind wel dat ik het goed heb gedaan. Ik ga nu de film Luca kijken. Wat film heb ik ervoor gekeken? Turning Red. Ik ga nu Luca kijken. Waarom ik met de vork eet, vind ik toch leuker om met de vork te eten. Dus ik zie jullie misschien straks weer. Tot zo. Doei. Oké, ik ga nu met derde film kijken. Ik heb eerst Turning Red gekeken. Toen daarna Luca. En nu ga ik Coco kijken. En ik heb weer een grote... Jullie kunnen het niet echt zien. Een grote glas thee. En weer zo een fles water warm. Hij staat op de grond. Want hij lekt soms wel een beetje. Oké, goed. Dit heb ik vandaag dus allemaal gegeten. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Vergeet niet te liken en te abonneren.